Yo mensen, Shippoep hier met een nieuwe video van The Big Belgians. We bereiden ons verder voor de laatste Weekend League en dat doen we in Divisie 1. We hebben een iets mindere start gehad, maar het belangrijkste is dat we in Divisie 1 blijven en proberen matchen te winnen voor nieuwe spelers. We proberen nog een match met de 4-3-2-1, daarna proberen we een andere formatie. Hopelijk zijn de servers iets beter vandaag en kunnen we nog eens winnen. Mijn volgende tegenstander in Divisie 1 is iemand met veel blauw. Een vrij deftige verdediging, blauw middenveld, Aguero, Hazard, Mané. Dikke snelheid dus. Ja, maar het is niet gemakkelijk, Divisie 1. Ik kon echt uit mijn baan moeten komen. En hopelijk is de server een beetje sava. Het duurt allemaal veel te lang bij mij. Het duurt allemaal veel te lang bij mij. Waarom schiet ik niet gewoon? Zie, hoe moet hij zien hoe rap dat hij in Aguero... Hup, zie, what the fuck, je mag geen 2 seconden een bal, hè. En direct sprint naar mij. Dat kun je toch niet volhouden? Rap, rap, rap. Het moet snel gebeuren, want die mannen die zitten druk, hè. Zie je, rap. Oh, maar hier is Sam Lukaku. Zie je het? Direct passen. Niet lang wachten. Gewoon tik, tik, pas, pas. Schieten. Come on, Lukaku. En terug naar daar. Hup, ontwijken die shit. Met Fellaini. Die ontwijkt die shit. Geeft die pas af. Naar daar. Terug naar Carrasco. Fellaini. Dikke draai met een zwak schot. Maar de opbouw was goed. De opbouw was goed. Ja, naar daar. We koken met een voorzet. Oh, met een voorzet. Wat de fuck, niet een schot. Ik was met een plaatsbal nog. Ik heb Fellaini niet gehad. Hij is een goede kaart, hè. Maar voor een verdedigende middenvelder stond hij zoveel in de aanval. Net als Eden Hazard. Nu, als hij wordt ingehaald, is dat fucking dikke bullshit. En Loris heeft hij. What the fuck. Dat is een rechter. Dat mag. Dat is niet erg. Als hij dat duurt te lang en dan zit hij niet zo in mijn voeten. Ja, dat is nog de kloten, hè. Goeie bal, Toby. Allee, Toby, what the fuck, maat? Je denkt dat je die bal dan hebt? Allee, ja. Spaarneveurk, ja. Weer al verdediging, tetta bloot. Ja, wat moet ik net doen? Jammer genoeg, 1-1, gelijk maken. Maar toch, ik heb het gevoel dat we hier nog wel iets kunnen forceren. Ja, deze was toch wel een match waar ik toch wel verdiende voor te staan. Eén counter, het is weer naar de kloten, hè. Ik ga wel Kevin De Bruyne wisselen voor Ojija, want die paarse kaart... Ja, ik heb er meer van verwacht. Je doet toch niet wat ik dacht dat hem ging doen. Nou, ik weet ze op den duur zelfs niet meer naar waar het te pas gaat. Ik vraag naar beneden, die komt naar boven. Ik weet het op den duur zelf gewoon niet meer. Dembele, come on! Schrikkelijk, hè? En hier komt zelfs een steekbal en dan is het naar de kloten, hè? Allee, ik heb weer dan bal, die koppen is helemaal door. En voilà. En dat is hem. Voilà. Voilà, dat is ongelooflijk. Ik kan hier geen enkel een tackle doen. Allee, dat is... Allee. Vredes, hoe de fuck heb ik deze nou verloren? Allee. Het ergste van al, ik zie die een bullshit al van kilometers aankomen. Hè? Dus ja, opnieuw verlies ik een match. Onterecht, want ik had deze match moeten winnen. Maar het lukt gewoon niet. Het lukt gewoon niet. Ik denk dat de Shippoep probeert te zeggen dat het niet lukt. Toch niet in die formatie. Dus, wat doen we dan? We proberen iets anders. De 4-2-3-1. Een solo spits met 3 aanvallende middenvelders. Misschien ligt hier de oplossing. Of misschien wordt het erger. Allee, ja, geef alvast een duimpje voor een beetje geluk. En ja, dan proberen we het gewoon nog eens. En mijn volgende tegenstander is WestKing99. Met opnieuw belachelijk goede spelers. Ik kan echt degraderen op deze manier. Hè. Come on, ik moet toch eens één keer een winstreek krijgen. Dat moet toch eens één keer lukken. Hopelijk met deze formatie, maar anders... Ik weet dat ik vooral kalm moet blijven, maar het is zo moeilijk wanneer niks gaat zoals dat je doet. Hè. Allee, geeft hij naar je af? Oh, for fuck's sake! Zijn we nou echt serieus? Dan zweet hij dat gewoon ook al niet meer. Geeft hij gewoon af aan Fellaini. Wat gebeurt er? Nog de verste. Snap je nu wat ik mee moet werken? Allee mannen, oh, ik word hier echt schaten moeten vangen. Hup, de niffen natuurlijk. Allee, kom op! Geef die een bal dan gewoon om na! Dank u, penalty. Word hier gewoon neergehaald met een elleboog. Het ergste dat er nu kan gebeuren, dat ik die penalty mis. Wat gelukkig niet het geval is. 0-1 opnieuw. Deze keer 3 Sumertens. Kunnen we alsjeblieft die stand houden en een extra speler winnen? Want ooit moet ik toch een keer Charles hebben, hè?
Ja. Come on, please, niet offside. Tuurlijk is dat offside. Ik kan dat ook zo. Heb je niet een keer? Jawel! Het is gewoon 0-2! Het is gewoon 0-2, het is een wonder. Het is onze verloren zoon, Den Chadley, die nog eens een goal mocht. 0-2, come on, ik denk dat het eerste nu wel al voorbij is. En daarmee bedoel ik dat ik deze match toch echt niet meer uit de hand kan geven, come on. Als ik nu nog verlies, en we krijgen een blauwe die bal op het veld. Het kon ook niet anders. Ik wil dat in één keer geven, zie. Wat? Ja. Hoe is hij erdoor? Dat is... Nee, please. Nee. Nee. Doe mij dat niet aan, FIFA. Come on. Ja. Tielemans. Halleluja. Het is 1-3. Na fucking comeback. Let's go, maat. Dat spel gaat mij niet in het zak zetten. Ik ga deze match winnen. Wat er ook gebeurt. Come on, boys. Come on, big Belgians. Haast hem, blijf. Mijn moeken moeten nog zijn. Ah, come on. Mertens, los de deur. Chipke. Oh, what the fuck. Hey, man. Fucking Dries Mertens. Kies een fucking richting, man. Oké. Okay. Speelt dat niet. 1-4. Klaar. Hopla. Salut de ballen. Ja, eerste match in deze formatie. 1-4 winnen. Ik denk dat onze pech een beetje ontverdampen is. Ik weet niet wat de fuck dat ik kan zeggen met nou. Ik denk dat we op het goede spoor zitten. Maar wil zeggen, nog eens 3 punten in divisie 1 en een nieuwe speler. Mannekes, halleluja. We hebben nog eens een match gewonnen. Zeg, is dit misschien de ommekeer dat we gaan maken? Wie weet. Maar wat we wel weten, is dat we een nieuwe speler krijgen. Onze verdediging is tegenwoordig wat zwakjes. Dus misschien moeten we daarvoor iemand nieuw halen. En dan denk ik aan Team of the Season, Jelle van Damme. Voor een 86 ziet dat er wel een deftig kaartje uit. Ik ben benieuwd of dat nieuw leven kan blazen in onze verdediging. Ik ga Company laten rusten en geef op die manier Van Damme de kans om aan te blinken in zijn eerste match. Kunnen we 2 keer achter elkaar winnen? Laat ons hopen. Oké, direct in onze volgende wedstrijd. We moeten die flow, die goede winflow bijhouden. We spelen tegen Kill4U met een volledig gewoon goud team. Het is ook onze eerste match met Team of the Season Van Damme. En ik heb ook Lukaku erop gesmeten. Want ik wou eens zien of deze formatie ook kon spelen met een trage spits. Nou daar. Ja, Lukaku is de fucking offside, man. Of blijkbaar niet. Oké, what the fuck? Ah! Ik was weer niet aan het opletten, hè. Die nu kan meepakken en... Oh, dat is veel te zacht, hè. Oh, Lukaku, wat een beweging. Lukaku, kom op! Yes, come on, Lukaku! Die beweging, prachtig! En vlak voor de eerste helft, Lukaku, met een lekkere beweging. Die pakt die ballen zo goed aan. Alleen op goal en je scoort dat, hè. Come on, Lukaku! Hop, en we zijn weg. De Bruyne, maak het af. 2-0. Ik denk dat het gedaan is. Ik denk dat we nog eens 3 punten hebben. Ja, ja, boys. We zijn in de flow aan het raken. We geraken in de divisie Airflow. Come on. Hup. We zijn er weer door. Geef die een af aan MC Chadley. Die dat hier gewoon even met een beetje chance 3-0 maakt. Pak uw valies en salut. Maar dan moet je nog zien dat ik die 0 hou. Die 0 houden is zeer belangrijk, hè. What the fuck was dat nou weer? Hup. En Mertens. 4-1. Nice, zeker gedaan. Nice, zeker gedaan. En man van de match was toch Romelu Lukaku met een goal en 2 assisten. Voor een trage aanvaller in deze formatie is dat echt wel goed. Ja, natuurlijk heeft de Jelle van Damme natuurlijk een 7,1. Want wie schiet er nou in zijn eigen goal? En dat zijn 2 overwinningen met dezelfde formatie. Toeval? Wie weet. Oké, boys, we zijn on fire. We zitten al aan 10 punten. Dus als we nog 1 match winnen, is de degradatie vermeden. We krijgen een nieuwe speler. En dus heb ik besloten om Team of the Season Jelle Vossen te verkopen. En in zijn plaats komt iemand nieuw. Want wat is er beter dan een scorende tank te hebben in uw aanval?
2 tanks, 88 inform bin tikken. We geven hem nog eens een tweede kans in de Big Belgians. Verpest dat nou niet, hè. Ik heb het team ineens een beetje aangepast. We proberen nog één keer met een 4-1-2-1-2 met 2 zware beesten van voor. En ik hoop daarmee de laatste match van vandaag goed te kunnen afsluiten. Laatste match van vandaag kunnen wij nog eens een keer winnen tegen de Backstreet Boys. Met weer al veel roze kaarten. 95 laam. Oei, dat is een hele hoop. Goeie kaarten. Maar ik heb geen schrik. En hij had al op pauze gedrukt en dat is nooit een goed teken. Hè? Als we dan nog één keer kunnen winnen, dan kunnen we misschien al ergens garanderen dat we al niet degraderen. Ik wil weer een trucje kunnen zien. Sukkel. Het is weer zo'n onnozele skiller, hoor. Ik word er al zot van. Kom op, ben dikke, dan bleef. Up, come on! Haha! Wanker met uw noze trucjes! Lukaku 1-0, let's go! Prachtige onderschepping van Dembele. Dikke pas. En plaatsen. En na proberen deze stand te halen. What the fuck, Fellaini, allee! Dat snap ik niet, waarom doen die mannen? Dat sloeg toch op niks, hè? 1 kennis was al wat we nodig hebben, dat mag ook wel eens. Nog 1,5. En we hebben onze 3 punten. Zie, oh mannen! Ik ga nog een kutbal. Ik kan hier nog een kutgoal tegenkrijgen door gewoon een stomme pas, hè. Dat zien ze. Oh nee, fuck off, son. Nee, echt serieus, hier kan ik echt niet meer lachen. Die krijgt, ik heb die een bal, ik wil die wegspelen tegen hem en dan vanaf daar door de benen. Dat is fucking zever, jongen. Ik wist dat ik een bullshitgoal ging tegenkrijgen. Ik wist het, hè. Zie je, geef ik hem weer af, hè? Ik stop het. Ik word hier echt mentaal niet goed van, hè. Dat is 2 keer dat ik die gewoon een bal geef. Die kreeg het weer en hij scoort. En op een paar seconden tijd ben ik compleet in zak gezet door dat spel, hè. 2 keren vraag ik om die bal weg te werken. 2 keren. En 2 keren kreeg hij gewoon een bal voor mijn goal. Please, Chadli! Yes! Fuck you, gast. Echt waar. Kus me. Hup, spring. Elke keer, altijd. Zie, ik. Maat, what the fuck is dit scherm? Ik zie niet eens de speler niet. Ik heb een bal naar gewonnen. Oh my god, ik zit zo aan tafel en die lul die flut. Voor een of andere reden wist ik dat deze film ging eindigen in een bullshit match. Ik heb er nu nog 2 en als ik er geen enkel van de 2 win, dan degradeer ik gewoon. Ongelooflijk. En zo snel kan het allemaal gaan. Divisie 1 is een rollercoaster van ups en downs. Er blijven nog 2 wedstrijden over. Ik heb deze match al gespeeld, want om daarvoor nog een aparte video te maken, dat lijkt me wat tijdverlies. Ik moest 4 punten hebben om in de divisie te blijven. De vraag is, heb ik die match gewonnen? Het antwoord is ja, ik won met 2-7. Inderdaad, de geheime code had mij opnieuw gered uit de miserie. Maar ik had nu 13 punten en al wat ik moest doen was gewoon gelijk spelen. Wat ik dan ook deed, dus happy days. We blijven in divisie 1. Dus beste mensen, we krijgen een tweede kans en deze keer doen we het anders. Ik ga deze keer alle matches spelen in 1 formatie. De 4-2-3-1. Dus beste kijkers, geef mij uw tips en meningen. Wie past er het beste in die formatie? En wie vinden jullie dat ik als nieuwe speler moet aankopen om het team te versterken? Onthoud gewoon dat als je een speciale speler kiest van 200 of 300k, dat ik dan ook spelers moet verkopen. En niet vergeten, ze moeten natuurlijk Belgen zijn. Maar dat was het voor deze video. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Er komt snel een nieuwe video van de Big Belgians. Merci voor het kijken en nog een prettige dag.